Dag kijkers, welkom bij Bladwijzer. Welkom op de Boekenbeurs. Straks een zeer uitgebreide impressie. Eerst naar de Hercule Poirot-prijs voor de beste Vlaamse thriller. Want, dames en heren, we have a winner. Dames en heren, de winner is Bob van Raagoven. Bob van Raagoven, al verscheidene keren genomineerd voor die Hercule Poirot-prijs. Ik zou zeggen, eindelijk. Wel, omdat Bob van Raagoven nu eindelijk een volwassen schrijver geworden is. Vroeger durfde hij al eens een keer over de schreef te gaan. Nogal exuberant, nogal decadent willen schrijven. Stoer willen doen, een beetje zoals hij er zelf uitziet eigenlijk. Maar nu eindelijk heeft hij een volmaakt evenwichtige thriller geschreven. Het heeft me een paar boeken gekost om het juiste evenwicht te vinden tussen het literaire gehalte en de spanningsboog. Want met De wraak van Baudelaire stond me één ding absoluut voor ogen. Ik wilde een boek schrijven dat zowel door literatuurliefhebbers kan worden gesmaakt als door mensen die houden van spannende romans. Je zei dat straks over Baudelaire. Baudelaire, dat is Eros en Thanatos. Ik hoor het je graag zeggen. Wel, dat zijn, als je de wereldliteratuur bekijkt, kijk naar de grote klassieken. Dat is eigenlijk het thema dat steeds terugkomt. In verschillende vormen, op verschillende manieren ingevuld, zeker. Maar uiteindelijk is dat wat ons tot mens maakt. Ons doodsverlangen gemengd met doodsangst. En het bruisende leven dat uiteindelijk het best als symbool wordt weergegeven door de eros, de seksualiteit, zou je willen. Is dat de aflossing van de wacht? Ziet u een nieuwe jonge garde? Ja, er zijn er. Hè. Dus ik heb vernomen dat er 30 zijn nu. Nieuwe misdaadschrijvers. En, maar ik ben daar blij om en ik wens ze al het succes. Leest u ze ook allemaal? Nee. We hebben er weer 30 gelezen en ik denk dat er een stuk of 5 echt wel de moeite zijn om aan andere mensen aan te raden. Maar het moet gezegd, het is nog altijd niet hetzelfde als de grote buitenlandse auteurs. Dat is nu eenmaal zo. En ja, misschien kan een prijs helpen om dat niveau te doen stijgen. Van Raagoven komt uit de klassenstal van uitgeverij Houten Kiet. 5 exemplaren van De wraak van Baudelaire liggen klaar voor onze kijkers. Om er zo in te winnen moet u sms'en. U weet ondertussen hoe dat gaat. Bladwijzer intikken en verzenden naar het nummer 3024. Zo eenvoudig is dat. Zoals je hoort heel vaak zeggen, jeugd leest niet meer. Aan een uitgever van kinderboeken mag ik dat vragen. Is dat zo? Is het om zeep? Helemaal niet. Integendeel, wij merken dat op alle fronten, zal ik maar zeggen. Zowel peutertjes, kleutertjes, eerste lezers, maar zeker eigenlijk ook wel plus 10, plus 12 jaar. Draait op dit moment beter dan vroeger. Ik vraag mij af, als ik Megamindy zie, maar ik maak een boekenprogramma natuurlijk, wat leest Megamindy? Een heel mooi boek dat ik onlangs gelezen heb, was De Engelenmaker van Stefan Breys. Vond ik fantastisch, maar iets wat ik dan ook fantastisch vind, is de dierenverhalen van Toon Tellegen bijvoorbeeld. Iets compleet anders, maar dat vind ik ook fantastisch. Maarten Jagermeester, vind je dat belangrijk om met die kinderen op de boekenbeurs te staan? Nou ja, je moet contact hebben met de schrijvers. Je kan vragen of ze mijn boeken goed vinden. En dan kunnen we een beetje veranderingen aanbrengen eventueel. Maar het contact is heel belangrijk. Het zijn meestal fans, dus dat is goed, hè? Ik doe hier soms zelfs inspiratie op. Er is een mevrouw deze ochtend hier geweest en die wil een boek. Ricky en de brandweer, zegt ze. Dat is nog een goede titel. Is dit nu werken, de boekenbeurs, of vind je het leuk? Het is natuurlijk wel leuk omdat het de enige keer is op een jaar dat je een echt goed contact hebt met je lezers en je toekomstige lezers. Dus op dat vlak kan je echt te weten komen van wie kiest je voor jouw boeken, wie leest jou. Dus in dat opzicht is het plezant. Maar natuurlijk, je zit hier hè, de hele dag. Hè. Je zit hier in zo'n hangar. Dus dat is ook wel best vermoeiend. Dus ja, werken. Het is werken. Ja. Je moet altijd lachen, hè. Altijd lachen. Ze
Sebastian, wat mij opvalt, jij maakt daar ongelooflijk veel werk van. Ja, dat moet wel als illustrator, vind ik, absoluut. Want je kan er ook gewoon je naam in zetten en het is oké. Ja, maar daar zie je zoveel om toch iets anders te doen en om de mensen ook een keer iets anders te geven. Maak ik graag een tekening. Dit is ook heel plezant, maar dit is zo een beetje al dan niet terecht op je lauweren rusten, hier zitten, contact met het publiek, met je collega's, dat is ook leuk. Maar dat echte schrijven, dat verhaal zien groeien van niks tot, ja, zo'n verhaal wat min of meer afgerond is, dat is eigenlijk zoiets prettigs en leuks om te doen, eigenlijk het liefste wat ik doe. Boekenbeurs in de Antwerp Expo nog tot en met 11 november, dames en heren. En volgende week in Bladwijze 6 Notenboom om nog eens een grote meneer mee te brengen. Heel graag, tot dan.